Goedemorgen, we zijn op Schiphol. We hebben koffie en we gaan zo meteen naar Oslo. Ons vliegtuig heeft vertraging, 3 kwartier. Dus gaan we terug naar de broodjes. We zitten in het vliegtuig op ons stoeltje. Het is een heel klein mini schattig vliegtuigje. En Emma probeert de zonnebril te vinden. Mijn zonnebril is kapot. Ga helemaal schuin. Dit is een beetje eng, meid. Ik haat opstijgen, echt heel erg. In de trein, we zijn geland en het vliegtuig hadden we al helemaal de kaart bekeken en zo en allemaal dingen bedacht die we willen doen. We gaan nu richting Centraal Station en dan naar het hotel. Net op het bord stond er zijn we mee gaan. Het lijkt echt een nacht. Het is echt 3 uur 's middags. Niet nacht. Nou, we zitten in een tunnel. Maar kijk hoe de kersen, hoe heet dat? Bessen. Bessenmuffin, zit er 1 giga bes in. We moeten nu eens op zoek naar metrokaartjes en de plek waar mensen zeiden dat ze waren, waren ze niet. We zijn op dit moment verdwaald. En hij is in een bakkerij de weg aan het vragen. Hey, we zijn dood en aangekomen in onze kamer. Dit is het. Hier is een kast en een spiegel. Een tafeltje. Hier allemaal spullen die we nu even aan het uitpakken zijn. Dit is de keuken. En hier is een badkamer. Maar dat is niet zo interessant. Maar we hebben vandaag zo van reisdagje. Ja. Chilldagje. We gaan nu niet echt iets doen. Nee, we gaan naar de supermarkt. We gaan vanavond zelf koken, is het plan. We hebben niet erg veel keukengerei, maar we gaan gewoon ons best doen. En we gaan planning maken. Dit was een groter drama dan we hadden voorspeld. We hebben helemaal met zorg alles uitgekozen. Alles goedkoop, helemaal niet zo duur. Toen konden we niet met onze creditcard betalen. Nu zit hier nergens een pinautomaat. Nu moeten we met de metro ergens heen om geld op te nemen. En onze boodschappen staan nog steeds ergens te wachten. Emma heeft plaatsgenomen op de doekjes. Ik heb een stoeltje. En het is hier best leeg. Oké, dit is mijn geld. En het lijkt echt tering veel, maar het is eigenlijk maar iets van 40 euro. We hebben allebei 1000 nok gepint. Het voelt echt als heel veel. Ja. Maar goed, we hebben dus boodschappen. Ik zal heel snel laten zien. Philadelphia voor het ontbijt. Ik zou het anders laten zien. Eieren, crackers, sinaasappelsap, mascarines, tomaat, thee, zout, saus, pasta, chips, doekjes. We zijn aan het koken. En we luisteren naar Wendy. Ik heb geen bril op, dat is raar. Want even voorbereiding voor het concert. Maar ze doen dus allemaal stomme liedjes, zeg maar. Niet de liedjes die wij willen. En ook allemaal liedjes die we al gezien hebben. Alle liedjes die we leuk vinden, vinden niemand leuk. Dus dat doen ze nooit. Dus eigenlijk gaan we voor jou ontslot. Nou, als ik het water wegspoel, dus het werken. Nou, we hebben een beetje te veel eten. En het smaakt een beetje te veel naar olijven. Want we dachten dus, we kopen een pot saus met olijven erin. Dan zit er iets meer smaak aan, maar dit is dus iets te olijvig. Ja. We hadden een beetje te veel eten. Toen bedachten we, als we het in de prullenbak gooien, dan staat het hier 4 dagen te schimmelen. Dat gaat stinken. Dus toen kwam Emma met het geniale idee om het door de wc te spoelen. Nee. Eeuw! Het lijkt net alsof iemand erin gebarkt heeft. Oh. Ik heb mijn pyjama aan, zoals je kan zien. We gaan een film kijken. Namelijk deze. En we gaan chips eten. Vandaag was even onze rustdag, maar we hebben net een planning gemaakt voor alle dagen. En het wordt heel leuk. Nou, de film is echt slecht. Maar ik vind hem wel leuk op zich. Het is wel zo van grappig. Ja. Maar serieus. We zijn wel niet dingen van. Moet je huilen? Nee. Het is een vliegje in mijn hoofd. En dat is gewoon later. Ja. Je hebt gelijk. Ik moet huilen. Het zijn van die cringe moments. Maar goed. We maken thee. Dat gaat nogal moeilijk, want we hebben geen waterkoker. Dus we hebben nu water in een pan. En we hebben chocola. En we hebben ook al een hele zak chips leeg gegeten. Maar boeien, we gaan heel veel calorieën voor bewandelen. Want we bewandelen heel veel. Oh, ik had echt niks. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En we zijn ontbijt aan het maken. Dit is mijn outfit. En we hebben een hele lekkere broek aan. Dit is onze meidje. We hebben geshopt bij een soort van Noorse winkel. Het was heel goedkoop en leuk. De Big Bok. Heel typische Noor. Veel van meisje. Lelijke wenkbrauwen, bijna. Heel erg bijgetekend, hoekig en blond geverfd haar met tooipunten. Ja. Ja. We hebben Subway. We zitten op de top van de opera. Ja. Dat is heel mooi. Het is cool inderdaad. Dit is een jurkje. Hij heeft zeg maar zo'n open rug. Deze. Met Pepsi erop. Deze oorbellen. Leuk. Deze ring. Totaal niet. Dit shirtje voor 5 euro. Deze voor 10. En oh, deze is echt heel leuk, ook voor 10. Ja. Echt belachelijk hoe goedkoop. Een pleasure ding. Jongens, horen jullie dat? Het is weer begonnen. We lopen hier weer vol met 12, dus we waren het vergeten. We zijn in pain gegaan. Oké. Dit was een raar filmpje.
We hadden het erover of we... Nou, nee, laten we gaan nu eens. Oké, nou, het is dus erger dan ik dacht. Er lopen allemaal meisjes in shirts. Dat is dus erg, want het is pas ochtend en het is hier niet eens in de buurt. Maar goed, dit is schattig. Emma gaat nu een foto maken van dat ik vlog. Emma maakt ook een Instagram foto van... Maar het leek het wilde het echt mooi worden. Ding. We zitten in een cafeetje. Vertel over de ting. En ik heb een ijsmokka en je hebt een pan. Maar hoe hoor je dat dan? Gewoon zo? Ja, en het is leuk. Het gaat natuurlijk helemaal fout, dus ik ken het. Oeh, jezus. De lucht is heel donker. En we hebben het heel koud. Heb ze een Nederlands geld gegeven? We zijn net in een museum geweest. National Gallery. National Gallery. Dat, ik weet niet meer wat het in het Noord heette. We zitten in een Italiaans restaurant waar alles, hoeveel was het? 100 kronen was, alle pasta, pizza, burgers. Dat is goedkoop, dat is iets van 10 euro. En we zijn foto's aan het kijken. Deze. Ah, die vind ik leuk, hè? En deze. Het ging net regenen, we waren op zoek naar een café, maar dat bleek niet te bestaan uiteindelijk. Dus even langs het hotel, dan gaan we naar het stadion. Het eten was heel lekker, het is echt heel erg koud, maar echt heel erg koud. Het is hier zo knijterwarm. Maar we zijn aan het voorbereiden. En zie ik hier. We zijn bijna weg. Woe! Dus we hebben echt al zoveel mensen gezien die erin gaan op het station net. Echt verschrikkelijk. Allemaal meisjes overal. Oh, zou ik dat doen zo? Ja. Ik zal nog iets hier om te staan. Want kijk wat. Het is de grootste chaos van ons leven. Nee, oké, maar het ziet er wel chaos uit. Dus nu zijn we ergens gaan zitten. Dat niet onze plek is. Dus het was heel fout dat er zo'n veel mensen komen. Het is 1:30. Het was zo leuk. Oh my god. Ik ben echt verliefd op Harry. Emma heeft opeens een nieuwe crush. Louis. Liam en Louis gingen net het water naar elkaar gooien. Dat was echt zo grappig. En wat ook cool was. Iedereen was daar Noors. Dus op een gegeven moment vroeg Harry van wie is hier allemaal Norwegian? Dus al die mensen gillen. Wij zaten al zo van oh beter vraag van u wie niet. Toen zeiden dus wie is hier niet Norwegian? En wij gingen zo hard gillen en helemaal dansen en zo. Volgens mij hoorden ze het niet. Maar in elk geval, alle mensen in ons vak keken ons aan van wat. Dat vond ik wel een van de leukere momenten. Ik heb New Year Cam. En het is ochtend. Het is iets van 10:30 of zo. Alleen waren we om 6:15 of zo al wakker omdat het brandalarm afging. Echt zo'n heel naar geluid en zo'n rood lampje. En ik werd wakker en ik dacht van, oh my god, er is brand. En Emma draaide zich rustig om, dus ik dacht zo, Emma, er is brand. En toen zat ze zo, oh my god, dus gingen we allebei heel snel onze spullen bij elkaar pakken. Wat niet de bedoeling is, maar goed. En toen liepen we naar buiten. Stonden daar allemaal mensen in hun pyjama. Toen kwam er een of andere gast die eerst in het Noors en daarna in het Engels zei van, er is niks aan de hand, jullie kunnen terug. Dus zaten we allemaal zo van, fuck jullie. Dus toen ging ik weer slapen. Oh, Emma heeft ook een nieuw ding aan. Laat hem zien. Oh ja, we zouden nu gaan lunchen bij die Paradiso. Oh ja, pizza. En dan zit een parkje en een vintage winkeltje en kokos en een straatje en watervallen. Een nieuwe shirt aan. En we zijn net in de verkeerde metro gestapt. We moesten 1:30 wachten. En nu sterf ik van de honger. Het ziet er heel lekker uit. We hebben een fotoshoot sessie. En we eten nectarines. We hebben warme chocomel van een heel cool winkeltje. Ze hadden allemaal gekke smaken, maar echt hele gekke smaken. Ik heb witte chocola. Ik heb hazelnoot. Het is heel apart. Het is heel apart. We zijn nu echt in de minst gezellige straat van Oslo. En nu hebben we iets wat je schijnbaar moet proberen. Hoe heet het ook weer die winkel? Den Lille Kokosfabrieken. Ja, nou, is dit. Waarschijnlijk zeg ik het helemaal fout. Nou, dames en heren. Welkom in Mulla.
gedaan, was even vergeten wat een negerzoen is. Toen heeft ze hem in de tas gedaan en nu is hij volledig geplet. Ah! Emma! Dat kunnen we nog best eten. We hebben vrij lang niet meer gefilmd. Wat hebben we gedaan? Die had net een lekker samenvatting. De weg kwijtgeraakt. Door een straat gelopen die we dachten dat die spectaculair was, maar was niet zo. Nog een keer de weg kwijtgeraakt. Toen waren we doodmoed, gingen we in het park liggen en nu gaan we eten. Ja. We zijn aan het kijken waar we heen willen, naar welke club. We weten niet echt of er iets leuks is. We zitten er een beetje te twijfelen. Goed, we zijn inmiddels uit 2 clubs gestuurd. Omdat er geen fucking 23 zijn. Hier moet je 23 zijn of zo. En het is nu 12 uur of zo. We zijn in een random bus gesprongen. We waren net in die club, Celium. Nou, het is dus nu licht. Het is 3:30. Het is nooit donker geweest. Het is soort van heel erg in het noorden. Het is niet al licht, het is nog licht. Het blijft gewoon licht. Het wordt niet donker. Het was echt leuk. Ja. Toen gingen we naar de Mac. Toen zijn we ten eerste hele leuke, gezellige mensen kwijtgeraakt. Eentje komt Nederland, dus dat was echt leuk. En dat was echt fijn, want nou, wel kut, want we konden niet over hem roddelen. We stonden echt de hele tijd waar iedereen naast stond in het Nederlands over iedereen te praten. En toen deden we dat dus ook waar hij bij was, was ze van, ook dit. En ze van, oh ja, hij is echt knap. En ze van, goedemorgen, we zijn ingepakt. We gaan niet meteen weg. Nee. Eerst nog naar een parkje. En een museum. Yes. We zijn nu in de Beeldentuin. We hebben heel lang rondgelopen. En we hebben nu een broodje, een tonijnbroodje. De Lexandrij is echt verrukkelijk. Het regende net even, maar nu is het weer lekker weer. Dus we gaan nu onze laatste uurtjes in Oslo beleven. Oké, dit moet je zien. Dit is er dus al een half uur aan het doen. Dus elke uur zo. We zijn in een museum geweest net. Dat was het ook alweer van Gogh en Munch. Ik kan het niet uitspreken. En nu gaan we nog naar iets anders, toch? Oh ja, een soort bloementuin. Kijken of dat leuk is. Tijd volmaken. Ja, want we moeten bijna weer naar het vliegveld terug. Dit is een systematische garden. Dus we hopen dat het echt heel mooi en fijn ingedeeld was. Ja, is het niet. Maar waar zijn we? Oh, Botanische Garden. Iets in orde, wat ik niet kan uitspreken. We zijn terug bij de trein naar het vliegveld. Wat is het? Ik ben inmiddels weer thuis. Het is nu buiten nu al donkerder dan het in heel Oslo is geweest. Dat is heel vreemd. Het was zo leuk en ik mis Emma, want we waren nu zo lang samen en nu ben ik weer alleen. Dat is raar. Waar hebben we voor het laatst gevlogd? Dat weet ik dus niet meer. We zijn in elk geval vanaf het hotel met onze koffers naar metro gegaan. Toen met de trein naar het vliegveld. En daar moesten we heel lang zoeken naar iets te eten. En uiteindelijk hebben we enorm dure burgers gekocht. En toen hadden we nog heel veel nox over. Of nou, heel veel. Maar toen hebben we nog heel snel, terwijl we eigenlijk al moesten borden, heel snel nog allemaal eten gekocht. Omdat we ons geld op wouden maken. En in het vliegtuig werden allemaal mensen boos op ons. Omdat we blijkbaar langzaam waren of zo. Nu zijn we weer thuis. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ja, tot de volgende keer. Doeg!